kaas. Is het nou gezond of is het niet gezond? Heel veel discussies gaan hier over de ronde. Welkom bij Video Vragen Vrijdag van jouw Lijflijn. Ik ben Nettie Bom en ik coach mensen naar optimale gezondheid met behulp van het leefstijlprogramma De Eetlijn. Nou, laten we het eens hebben over kaas. Er zijn heel veel verschillende soorten kaas. Je hebt jonge kaas, jong belegen, belegen, extra belegen, oude kaas, overjarige kaas, allerlei verschillende soorten. Je hebt koeienkaas, geitenkaas, harde kaas, zachte kaas. Nederland staat met name bekend om de hardere kazen. Mag je denken aan Leidse kaas, Goudse, Edammer. Terwijl Frankrijk veel meer bekend staat om de zachtere kazen. Onder andere Paturin, Brie, Camembert, enzovoort, enzovoort. Ieder land heeft eigenlijk toch een beetje zo zijn eigen kaasgeschiedenis. Nou, hoe is kaas ontstaan? Kaas is eigenlijk al ontstaan eeuwen geleden. En dat had te maken met het feit dat er toen al een melkplas was. Ze hadden toen geen manieren om melk houdbaar te maken of om melk lang te bewaren. Dus zo is er kaas ontdekt om melk als het ware langer te kunnen bewaren. Er zijn uit vroege tijden zijn er kleine stenen potjes gevonden waar allemaal gaatjes in zaten, waaruit het vocht uit kon lopen en wat er overbleef was uiteindelijk de kaas. Dus eigenlijk stamt kaas al uit vroege tijden. Toch zijn er veel mensen die geen kaas eten. Dat kan verschillende redenen hebben. Dat kan zijn dat je het gewoon niet lekker vindt. Ik heb meerdere mensen die houden echt niet van kaas. Een beetje dat rubberachtige. Er zijn mensen die zijn of vegetarisch of zelfs veganistisch. En die willen absoluut geen kaas gebruiken. Omdat het uiteindelijk van de koe afkomt of van de geit of van het schaap. En er zijn mensen die kunnen kaas niet verdragen omdat er lactose in zit. Nou, over het algemeen is het zo, vooral met de Nederlandse kazen, dat hoe zachter de kazen, hoe meer lactose. Als je nou bijvoorbeeld Goudse kaas neemt of Leidse kaas, die is lactosevrij. Maar er zijn nog veel kaassoorten die wel wat lactose bevatten en dan kun je kaas inderdaad beter laten staan. Nou, dan zijn er natuurlijk discussies van, joh, kun je een beter geitenkaas nemen, kun je beter schapenkaas nemen. Ik heb daar een blogbericht over geschreven en morgen om 7 uur 's avonds verschijnt het blogbericht op deze Facebookpagina. Dus hou maar in de gaten, dan kun je lezen of geitenkaas inderdaad gezonder is dan koeienkaas. Nou, dan heb ik nog een oplossing voor mensen die om principiële redenen geen kaas willen gebruiken. Nou, ik heb te veel kaas gegeten. En dan met name de mensen die veganistisch zijn. Er is een kaassoort en dat is Trenta-kaas. Ik weet niet of je het kan zien, het is misschien spiegelbeeld. Trenta-kaas, dit is een plantaardige kaas. Hij is eerlijk, wat bewerkter dan koeienkaas of geitenkaas. Dus als je daar echt tot 10 cijfers achter de komma kijkt, dan kun je beter deze kaas niet gebruiken. Het is gewoon een bewerkt product. Maar ik moet eerlijk zeggen, Anton en ik zijn dol op Trenta-kaas. We vinden het is lekker van smaak, het is zacht, het is een plantaardige kaas. En je kunt er zo goed chips van bakken. Want ik ben echt een chipsmonster, dat vind ik gewoon geweldig. Maar ik eet geen chips, omdat het gewoon, ja, het is hartstikke vet. Het is gewoon niet goed voor je, veel E-nummers erin. Dus ik eet gewoon geen chips. Terwijl ik het hartstikke lekker vind. Maar wat ik nou doe, ik maak van deze kaas, van die Trenta-kaas, maak ik mijn eigen chips. En ik heb hier een muffinvorm. En wat ik daarin doe, ik maak hierin hoopjes van geraspte Trenta-kaas of kleine plakjes, kleine dobbelsteentjes. Die doe ik in de oven. En als ik ze dan gebakken heb, ik doe het soms ook in de magnetron. Ik ben helemaal geen fan van de magnetron, maar die kaas die doe ik in de magnetron. Nou, dan gaat het smelten in de vorm van die rondjes. En als je het er dan uithaalt en je laat het afkoelen, je zit gewoon pure chips te eten. Het kraakt. Ik zeg wel eens, zit op de bank en het kraakt. Hartstikke lekker gewoon. Dus goed, lieve mensen, dit was mijn berichtje over kaas. En nogmaals, houd morgen mijn Facebookpagina in de gaten voor mijn blogbericht over kaas. En nu aan jou de keus. Ga je koeienkaas eten? Ga je geitenkaas eten? Ga je schapenkaas eten? Of eet je helemaal geen kaas? Nou, ik wens je heel veel succes met deze beslissing. En voor de rest wens ik je een fijn weekend. Volgende week ben ik er weer met Video Vragen Vrijdag. Tot dan!